Geloof in self-service is dat het past in deze tijd, dat de tijd steeds verder digitaliseert en dat mensen daar vanzelf in meegaan. Alles gaat eigenlijk steeds sneller. Dat de gemeente hierin meegaat, vind ik heel efficiënt. Mijn overzicht is een digitaal systeem waar inwoners zelf hun acties kunnen bijhouden, afspraken met de gemeente kunnen maken, met hun consulent kunnen chatten op termijn, waar ze een berichtje krijgen als ze een afspraak met ons hebben. En het is dus voor werk, inkomen, individuele WMO-voorzieningen, leerplicht en leerlingenvervoer. Wat je ziet met mijn overzicht is dat je gelijk de acties in een systeem hebt staan. En dat systeem is op elk moment voor de inwoner te raadplegen. En ze hoeven dus ook geen papierwerk meer te bewaren, want ze hebben het gewoon digitaal. Nu kun je wanneer jij wilt alles regelen. En dat scheelt ontzettend veel tijd en moeite eigenlijk ook. Je kunt iedereen erbij betrekken door in ieder geval trainingen te geven. Je moet ook accepteren dat niet iedereen het zal kunnen. En die zullen altijd hulp van ons nodig hebben. Maar daar moet je als gemeente gewoon ruimte voor bieden. Het doel was om de inwoner zelf aan zet te laten zijn, want het gaat erom dat wij mensen zelfredzamer willen maken. Mij als burger gaat het heel veel zekerheid en heel veel duidelijkheid geven in je eigen zaak, met wie je afspraken hebt, hoe je jouw dingen geregeld zijn. De droom is nog steeds dat je straks ook leuke spelletjes kunt doen waar je bijvoorbeeld je budgetbeheer kunt leren. Kijk naar de eigen bevolking, kijk naar je inwoners waarvoor je iets maakt. Sluit aan bij de doelgroep en doe het met de inwoners en bied ze perspectief.